Goedemorgen. Kijk naar de weersvoorspelling van Weerplaatsen.nl. Op de eerste dag van de meteorologische zomer zien we zomerse buien over het land trekken. Op de satellietfoto zien we al diverse wolkenvelden en die wolkenvelden trekken van noordoost naar zuid over het land. Tussendoor zijn er wel opklaringen, kan de zon dus even schijnen, maar de wolken heeft wel vaak de overhand. Vanochtend al de eerste buien, heel misschien al lokaal met onweer, maar vanmiddag, als de temperatuur is opgelopen naar 22 tot 25 graden, dan neemt het aantal onweersbuien snel toe. Ook hagel kan vallen en er kan lokaal al veel regen vallen. Vanavond trekken de buien dan een geleidelijk weg en dan wordt het op de meeste plaatsen weer droog met opklaringen. In het westen en noorden valt vandaag slechts een enkel buitje, zwaarste buien dus over het oosten en zuidoosten. Ook morgen opnieuw buien, ook dan kunnen ze weer samengaan met onweer en ze hebben dan een meer verspreid karakter. Die hele zware buien die vandaag mogelijk zijn, die verwacht ik morgen niet. Vrijdag neemt de kans op zware neerslag wel weer toe, maar dan echt heel lokaal. En de temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag 20 tot 25 graden. Zaterdag ook nog buien, maar zondag lijkt het droog te blijven en met van tijd tot tijd zon wordt het dan 18 tot 22 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.